Vanmiddag heb ik een e-mailtje ontvangen die ik toch wel een klein beetje schokkend vind. Het was een mailtje van Ito Daal erop en in die mail geven ze aan dat ze per direct stoppen met het leveren van de Vincent warmtepomp. De Vincent warmtepomp die heb ik in mijn video's met enige regelmaat aan bod laten komen, is een warmtepomp. Uh, die werkt met twee kanalen richting de buitenlucht. Eentje aanvoer en eentje afvoer van lucht. Heeft geen buitenunit en is in feite gewoon een monoblok warmtepomp die in zijn volledigheid binnen staat. Eigenlijk een uniek product wat door uh, geen enkele andere uh, leverancier op die manier wordt, uh, wordt geleverd. En hij, uh, hij is ook al, uh, vorige VSK beurs stond hij er al op. Afgelopen VSK beurs heb ik hem nog gezien. Dus ik, ja, heel erg gepusht dat product. Dus het is ook echt, er zit heel veel R&D in. En nou hebben ze dus een mail uitgestuurd dat die warmtepomp per direct niet meer aangeboden wordt. En dat de installateurs ook de opdracht krijgen om hem niet meer te verkopen. En nou heb ik ook een beetje doorgekeken. Want ze hebben daar een speciale pagina voor gemaakt op hun website. Zal ik daar met jullie wel eventjes doorheen klikken. Maar dit ziet er niet goed uit. Op de website van Itodaal is een pagina opgenomen. Getiteld leveringspauze Vincent. En dit is de pagina waar de e-mail heen verwijst die ik ontving. En hier staat beschreven dat zij hebben geconstateerd dat de kwaliteit van de Vincent warmtepompen onvoldoende wordt waargemaakt. Om deze reden zullen wij tot nader order een leveringspauze voor de Vincent inlassen. Er zijn meer storingen dan wij wenselijk achten, die met name software en inverter gerelateerd zijn. In een ander artikel had ik gelezen dat er uh, wat problemen bij geïnstalleerde Vincent warmtepompen waren geconstateerd. Hebben ze op afstand software aanpassingen gedaan? Maar die zorgden weer voor andere problemen. En uh, hieronder staat ook beschreven: kom ik daar even op terug? Een mogelijke oplossing. En het lijkt erop dat bij een x aantal uh, van deze warmtepompen, de inverter, oftewel de inverter compressor, als ik dat zo goed lees, dat die defect is geraakt en dus helemaal niks meer doet. Het lijkt. Niet bij iedereen te spelen. Het is echt bij hele specifieke uh, installaties en ze kunnen er niet echt helemaal lekker achter komen waar het op komt. Naast druk op uw serviceorganisatie. Deze mail is eigenlijk aan installateurs bedoeld. Hè, leveren deze storingen ook voor onze eigen serviceorganisatie extra werkdruk op en zorgt het bij consumenten voor gebruiksongemak en comfortverlies. Uh, ITO is een bedrijf voor wat ik ervan heb kunnen vinden, van ongeveer 3 tot 500 medewerkers, iets wat ertussenin zit. Um, dus als zij aangeven het niet aan te kunnen, kijk, niet al die mensen zitten in de serviceorganisatie natuurlijk, maar dan moet het wel over uh, flink wat aantallen gaan. De ingelaste leveringspauze dient om het toestel te kunnen doorontwikkelen, zodat het toestel weer aan onze kwaliteitseisen gaat voldoen. Ja, en dit vind ik, daar sloeg ik wel op aan, doorontwikkelen, dat doet vermoeden dat er een compleet. Nieuwe revisie of een compleet nieuw product gaat komen. Het is geen kwestie van we passen de software aan, we halen er wat bugjes uit en alles krijgt een patch. Zo werkt het niet. Dat is ook het nadeel, denk ik, van de situatie waar ze zich nu in bevinden. Kijk, software kun je op afstand patchen. Een probleem in de hardware niet. Daar moet je echt fysiek voor langs. Daar moeten eventueel onderdelen geswapt worden. Als dat überhaupt zin heeft en kan. En daar lijkt dus, daar lijken ze zelf aan te twijfelen met, dit, met wat ze hier schrijven. Deze doorontwikkeling en veldtesten gaan, zoals u zult begrijpen, veel tijd in beslag nemen. En daarom is op dit moment niet te zeggen wanneer wij weer kunnen gaan leveren. Dat is een hele heftige zin, want dat wil zeggen ze hebben nog niet eens een, een eindpad van dan hebben we weer een idee waar het aan kan liggen. Dus als ik het me goed herinner is de Vincent aangekondigd in 2021. In 2022 stond hij groots op de VSK-beurs, getoond als product, maar was volgens mij toen nog niet leverbaar. Vorig jaar zijn ze gaan, gaan leveren, als ik me dan goed herinner. Dus dat wil zeggen dat ze daar alleen al aan de ontwikkeling van dit product een goede drie of vier jaar hebben besteed. Nu komen ze problemen tegen. Nou zal dat waarschijnlijk wel korter zijn, maar het zou best kunnen zijn dat dit echt een serieuze periode in beslag gaat nemen. Reeds geïnstalleerde Vincent toestellen hoeven niet teruggehaald te worden. Storingen aan Vincent kunnen via de reguliere weg gemeld worden bij onze serviceorganisatie. Mocht het toestel in storing gaan, dan kan het toestel tijdelijk in een alternatief verwarmingsbedrijf gezet worden. Om een acute koude klacht tijdelijk op te lossen, zie hiervoor de instructie. Wij verzoeken u per 1.1.2024 tot nader order geen Vincent warmtepompen meer aan te bieden of te leveren. Dat is een hele heftige zin om als leverancier over je eigen product te moeten zeggen. Dit is echt... Uh, dit is ongelooflijk pijnlijk uh, uh, voor Ito. Uh, kan ik me zo voorstellen. Ik ben natuurlijk een buitenstaander. Maar als ik dat zo lees... Dat, dit, dit doe je niet omdat je dat leuk vindt. Die, die oplossing voor acute koude klachten zal ik nu even laten zien. Want dat is echt een, uh, veelzeggend. Hier hebben ze hier een technoot. Instructie voor bewoners. Toestel in noodbedrijf brengen. Want wat is nou de oplossing voor mensen die dus koude klachten hebben bij de Vincent? <laughs> dat is het noodbedrijf instellen. Nou, daar wordt hier dus helemaal uitgelegd. bla-di-bla-di-bla. En het noodbedrijf geldt voor 72 uur. Dus dat moet je als er dus in drie dagen tijd geen service is uitgevoerd... of de monteur geen tijd heeft, moet je dit dus elke 72 uur herhalen. Maar nog erger, hier staan ook de foutcodes uh, 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 waar het over gaat. Het probleem is, en dat staat hier bij de bullet points, dat een hybride Vincent-warmtepomp zal volledig terugvallen op de CV-ketel, oftewel je gaat weer 100% terug op het gas. En voor de al electric variant van de Vincent ga je volledig op het elektrische element leunen met een COP-waarde van 1, oftewel hij gaat zich gewoon gedragen als een elektrische CV-ketel. Beide gevallen zijn heel vervelend voor de bewoner. Enerzijds vanwege kostenaspect. Sommige mensen die, uh, hebben natuurlijk de warmtepomp genomen om kosten te besparen. Nou ja, je gaat weer volledig terug op het gas. Uh, en mensen die uh, al elektrisch zijn, ja, die gaan veel meer stroom gebruiken. Tot wel uh, een factor 4 meer om hun huis te verwarmen en om warm water te maken. Hieronder staat nog: als u wilt weten of u aanspraak kunt maken op compensatie. als uw Vincent langdurig in storing staat, klik hier. Dat wil dus al zeggen, het probleem is schijnbaar zo groot dat er al een compensatieregeling is opgesteld voor klanten die hier last van hebben. Nou, de compensatieregeling die staat hier uitgelegd, ik zal er niet helemaal op ingaan. Om tegemoet te komen aan dit mogelijke ongemak hebben wij twee vaste compensatieregelingen voor als de Vincent in uw woning in storing is. Nou, dat leggen ze hier helemaal uit. Eh. Uh, er wordt ook al meteen geschreven dat die compensatie eindig is, dus je kunt er achteraf niet opnieuw aanspraak op maken. Dus dit is ook al juridisch ingedekt, dat zal ook niet voor niks zijn. Uh, bah 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 bah. Nou, hier wordt het allemaal uitgelegd. Uh, nou, je kunt hier dan dus op een button uh, klikken. Aanvraag compensatieregeling. De eerste wat je zag was voor de all-electric. En hier staat hybride installaties: zijn installaties waar zowel een Vincent warmtepomp als een cv-ketel actief is. Over de maanden januari tot en met april en september tot en met december ontvangt u compensatie. Over de maanden mei tot en met augustus ontvangt u geen compensatie. Omdat er dan normaal gesproken geen verwarming aanstaat. Dus hybride heeft dan dus weer een andere regeling dan de all-electric variant. Maar opvallend vond ik wat hier ook onder staat. Als de warmtepomp enkel via het elektrische element verwarmt en het elektrische element onvoldoende is om uw woning te verwarmen, dan raden wij aan één of meerdere elektrische kachels te gebruiken. Heeft u zelf geen elektrische kachel, dan mag u deze op onze kosten tot een maximum van 135 euro per woning aanschaffen en bij ons overleggen met factuur declareren. Ons advies is om te kiezen voor een oliegevulde elektrische radiator, omdat deze geen geluid maakt en de warmte, als de thermostaat uitschakelt, beter vasthoudt en uitstraalt. Dit is om twee redenen ernstig. Nou, ten eerste om mensen te verwijzen naar een elektrische kachel. Dat is natuurlijk een zwaktebod, heb ik jou dan, maar ik snap wel dat ze het doen. Want ja, een woning die al elektrisch is zonder warmtepomp, ja, die heeft gewoon letterlijk geen verwarming meer. Je moet iets. Maar een ander punt is, hier staat. Als de warmtepomp enkel via het elektrisch element verwarmt en het elektrisch element onvoldoende is om je woning te verwarmen. Ja, maar een elektrisch element zit daar toch in als backup-verwarming? Die moet toch in geval van, nood, van noodbedrijf de volledige warmtevraag van de woning overnemen? Die moet toch matchen bij de warmte of de capaciteit van de warmtepomp? Als die niet matcht, dan zou dat dus betekenen dat die. Te klein gedimensioneerd is ten opzichte van wat de warmtepomp normaal aan kilowatt vermogen kan leveren aan een woning. Dat die te klein is gekozen. En zou dat in feite ook kunnen wijzen op een ontwerpfout. Want eigenlijk moet de warmtepomp zelfs volledig in noodbedrijf aan exact dezelfde warmtevraag kunnen voldoen als de warmtepomp zelf. Dus dit vind ik ook een hele bijzondere waarom zou een. Warmtepomp in noodbedrijf de woning niet kunnen verwarmen als het elektrisch element. Uh, uh, verwarmd. Dat vind ik een hele bijzondere. Ik heb daar nog niet heel goed over nagedacht. Als jullie daar wel de beelden bij hebben, laat het onder in de comments zeker weten. Maar dit is ook een hele bijzondere observatie. Uh, al met al een heel bijzonder bericht. Uh, neem daar dus ook kennis van. Mocht je zelf zo'n warmtepomp hebben, de Ito Vincent, uh, of uh, eentje in bestelling hadden staan, uh, neem dat zeker even mee. Er werd aangehaald, uh, er is geen sprake van een terugroepactie. Hij is ook helemaal niet bij uh, alle mensen die zo'n warmtepomp hebben in problemen of in storing. Dus het zijn hele specifieke gevallen waarbij ze niet kunnen bepalen, of althans nog niet kunnen bepalen, waarom het bij de ene niet werkt en bij de andere wel. Tot zover even deze video. Ik vind het uh, jammer, want het was een heel uniek uh, product in de markt. Uh, uh, ik kan geen alternatief van een ander merk noemen maar wat van dezelfde. Uh, ontwerpenprincipes gebruik maakt dus hopelijk uh, gaat het ze lukken om de oorzaak te achterhalen, uh, verbetering doorvoeren en gaat uh, de warmtepomp alsnog weer in productie. Al uh, ben ik wel bang dat als je eenmaal zoiets aan de hand hebt gehad als fabrikant, dat het, uh, 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 het vertrouwen in jouw merknaam of in je product dat geen goed zal doen. Uh, maar ja, Ito is geen nieuwe jongen, is een bestaand merk, bestaat ook al heel lang. Uh, vooral in de ventilatiewereld uh, goed bekend. Dus het is even afwachten hoe het een en ander zich uh, gaat ontwikkelen. Dank jullie wel voor de aandacht.